Hey, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik me opmaken en ondertussen met jullie kletsen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal en denk, hey leuk, dan zou ik het super tof vinden als je dat doet. Ik heb hier een bak waarin al alle producten die ik wil gebruiken eigenlijk zitten. En kwasten en zo, dus die zet ik verder gewoon hieronder in de beschrijving. En de focus gaat liggen op het kletsen. Dus als je echt wil weten welk product ik gebruik, kijk even hieronder. Dat zet ik er altijd gewoon bij. We gaan voor een beetje een everyday look. Op het moment gebruik ik weer heel graag deze foundation. Dit is er eentje die echt super subtiel dekt. Maar mijn huid is best wel goed op het moment, zeker voor mij. Dus ja, dan vind ik het prettig om iets minder dekking te gebruiken. In plaats van het sponsje wat erbij zit, gebruik ik dan wel gewoon een beauty blender en die dip ik erop. Het is alleen een beetje aan de lichte kant, maar ik kan gelukkig straks gewoon wat bronzer gebruiken. De vorige video waarin ik ging kletsen en opmaken, vertelde ik dat ik niet zo heel lekker in mijn vel zit op het moment. En vertelde ik ook dat ik er een soort van achter gekomen ben dat ik hooggevoelig ben. En dat dat iets is wat waarschijnlijk, ja, wat gewoon al mijn hele leven speelt. Maar waar ik op het moment gewoon weer wat meer last van heb. En omdat ik er op het moment wat last van heb, zei ik dat ik wat boeken zou gaan bestellen om te kijken of dat me zou helpen om wat meer inzicht te geven in mezelf. En op die manier er wat beter mee om kan gaan, zeg maar. Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb nog steeds geen boek besteld. Ik ben wel gaan zoeken en ik heb wel wat titels gevonden, maar ja, ik heb het niet besteld. En ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Ergens denk ik misschien dat dat een beetje uitstelgedrag is, omdat het ook wel confronterend is. Ik weet het niet. Ik kan niet zo goed de vinger erop leggen waar dat nou precies vandaan komt. Maar wat ik wel heb gedaan de afgelopen periode is er veel over praten met vriendinnen, met collega's. Ik merk wel dat dat me al wel een stukje helpt eigenlijk. Ik sprak laatst namelijk af met die collega's die net als ik ook heel individualistisch die onderzoeken doen. Dus dan werk je best wel op jezelf. En dan spreken we af en toe af om een beetje, ja, toch wat te kunnen sparren. En toen, ja, ik herken heel veel van mezelf in haar eigenlijk. En zij vertelde dus dat haar man haar een keer iets heeft verteld wat zij zich nu altijd voor zich houdt als ze twijfelt aan haarzelf. En dat is dat mensen die over het algemeen best slim zijn. Ik vind dat heel raar om over mezelf te zeggen, maar goed, ik weet gewoon dat ik wel goed kan leren en dat ik best wel dingen kan analyseren en zo. Dat die zich heel erg bewust zijn van alles wat ze niet weten. Dus al hun tekortkomingen eigenlijk. En toen dacht ik opeens, oh ja, als je het zo benadert, is het ook wel weer iets moois of zo dat je aan jezelf twijfelt. Dus nou ja, dat vond ik wel, in ieder geval wel een hele leerzame. En die heb ik nu ook al wel een paar keer toegepast, merk ik, sinds ik haar had gesproken. En verder heb ik een vriendin gesproken en die heeft me gewoon heel erg geholpen door goed te luisteren en met mij mee te denken en nou ja, eigenlijk ook gewoon veel herkenning, waardoor ik ook weet van ik ben niet de enige die dit heeft. Dus op die manier heeft het er wel toe geleid dat ik me al iets beter voel. Als je nu niet precies weet waar ik het allemaal over heb, dan raad ik je aan om een vorige opmaken en kletsen video te kijken, want dan is het misschien allemaal wat duidelijker. Maar ik heb het er ook met mijn moeder over gehad en gevraagd of zij dingen herkende van mij in het stukje hooggevoeligheid. En zij herkende echt super veel, ook van mij als kind. Ik heb trouwens gisteren mijn zusje moeten uitzwaaien. Die gaat nu 4 maanden reizen. Ze is voor mijn gevoel echt pas net terug. Ze is in juli teruggekomen en nu is ze dus weer weg. En toen was ze naar Zuid-Amerika en deze keer gaat ze naar, om te beginnen, Nepal. En dan gaat ze naar India en Sri Lanka. Nou, super vet natuurlijk. En ze is samen met een vriendinnetje dit keer. Dat vind ik ook wel fijn. Maar ik vind het wel altijd zo'n heel raar idee hoor. Dat je dan, ja, iemand die altijd heel erg veel in je leven komt en die je heel vaak ziet, dat ze dan opeens op zo'n afstand is. Maar we gaan gewoon lekker veel skypen. Dat werkte vorige keer ook prima. Dus dat moet gewoon lukken. Het is alleen een tijdverschil. Marco en ik zijn er nu misschien uit wat we gaan doen in de zomervakantie. We gaan misschien eiland hoppen op verschillende Griekse eilanden. Dus dan heb je een reis van 15 dagen en dan ga je naar het eiland Skopelos en Skiathos en eventueel ook nog Alonisos. En dat lijkt ons wel heel erg leuk, want dan zie je, ja, dan is het wel gewoon een relaxvakantie waar we ook wel echt aan toe zijn. Maar je ziet ook gewoon wel echt wat van de omgeving, doordat je niet op één plek blijft hangen.
Dus dat lijkt ons wel wat. Dus dan zijn we nu even aan het zoeken of er nog wat beschikbaar is. In die periode dat wij moeten gaan. Ik ben natuurlijk gebonden aan het hoogseizoen. Oké, mijn wenkbrauwen zijn bijzonder erg mislukt vandaag. Maar we doen het er maar mee. Ik ben trouwens eindelijk weer in staat om normaal te lopen. Dinsdagavond toen ben ik bodypump gaan doen aansluitend aan mijn Zumba les. En ik had sowieso al heel lang geen bodypump meer gedaan. En ik train nu eigenlijk ook helemaal niet meer met gewichten. Dus ik heb nog nooit zo'n verrekte spierpijn gehad. Ik kon letterlijk niet lopen, niet bukken, niet zitten. Ik moest mezelf helemaal ondersteunen terwijl ik overal spierpijn eigenlijk had. Want het was een full body workout. Maar mijn benen waren echt het ergst, mijn bovenbenen. Het was echt gewoon een disaster. Het zag er ook gewoon niet uit hoe ik me voortbewoog. Met tweede paasdag zijn er een paar tuincentra open en daar gaan Marco en ik daarheen. Want we willen heel graag ons balkon een beetje gezellig maken. Ik heb daar echt zin in, want ik heb echt helemaal lentekriebels. Nou moet ik wel zeggen dat het afgelopen week echt super koud was. En doordat het die week daarvoor zo lekker was, ja, dan ben ik dat gelijk al niet meer gewend. En dan ben ik al helemaal aan het klagen, terwijl 13 graden, 12 graden is best wel normaal voor nu. Maar ik heb gewoon liever 20, jongens. Het was vorige week zondag zo relaxed. De laatste tijd draag ik echt weer vaak eyeliner. Best wel bijzonder, want ik was daar echt klaar mee. Maar ja, doe het weer wat vaker. Ik heb een beetje hoe dit ijs is. Ik moet het niet te hoog doen, want dan gaat die vouw van mijn oog, zeg maar, die drukt dan de wing naar beneden. Oh jongens, ik heb 13 Reasons Why echt zo snel uitgekeken. Wie heeft die serie nog meer gezien? Ik vond hem echt heel goed en heel tof om te zien. Hoewel het eigenlijk best wel een zielig verhaal is. Ik kan niet praten tijdens mijn eyeliner. Ik praat zo verder. Gaat helemaal mis dit. Oh, waarom heb ik ook deze eyeliner gepakt? Ik heb nu een veel fijnere. Een pen van NYX. Hey, dit oog is dus veel makkelijker. En hier is het veel lastiger. Ik heb het verkeerd gedaan, want hij valt nu over de eyeliner. Maar goed, ik praat er dus over 13 Reasons Why. En ik vind het echt een hele goede serie. Ten eerste gewoon voor de awareness. Omdat zulke dingen gebeuren gewoon echt. En je ziet wat voor impact het op iemand heeft. Ik vind het ook gewoon heel tof in elkaar gezet. Heel mysterieus. En toch ook wel realistisch. Want ik kijk bijvoorbeeld ook Riverdale. Maar ja, al die bitchy families en zo. Maar nu probeerde ik dus een nieuwe serie te kijken, voor mij nieuw. Dus ik dacht, ik ga Gilmore Girls proberen, want Gossip Girl vond ik heel leuk. Maar ik ben pas bij aflevering 1, maar het pakt me nog helemaal niet. Maar ik vind het ook gewoon zo, je ziet echt dat het gedateerd is. Maar op zich was Gossip Girl ook echt lang geleden gefilmd. Maar ja, ik kom er gewoon niet echt in. Oké. Moet ik ook weer wat oogschaduw opnieuw aanbrengen natuurlijk. Dat is wel het nadeel. Maar ja, als jullie dus nog een toffe serie weten, gewoon een beetje een vrouwenserie, maar er mag wel echt wat drama in zitten, let me know. Ik hou het gewoon lekker hierbij. Nu valt de vouw van mijn oog iets minder over de eyeliner heen, als ik ontspannen kijk. En wijst die toch nog wel omhoog. Dus ik vind het zo oké. Ik heb gewoon geen gelijke ogen. Zo werkt het gewoon niet bij mij. Maar whatever. Ik heb zoveel zin in mijn avondeten. Ik ga voor het eerst dit seizoen asperges eten. Daar kan ik echt intens van genieten. Ik heb iets minder zin in het feit dat ik vanavond mijn inkomstenbelasting moet doen. En dat ik denk dat dat best wel pittig gaat zijn. Ik heb gewoon niks meer te vertellen, jongens. Hebben jullie nog wat leuks? Ik weet het gewoon even niet.
Gisteren heb ik The Voice Kids gekeken en ik ben echt helemaal impressed met Iris en Anna natuurlijk, vooral gezien haar leeftijd. Ik vind de teams van Ali B en Marco echt vooral heel goed. Ik heb ook echt een girl crush op Noah. Klinkt heel raar voor een meisje, maar ik bedoel, ik vind haar echt fantastisch. Ik weet niet, zo'n leuk meisje en gewoon zo'n leuk meisje en ik vind haar ook zo goed en ja, heel leuk. En Merle is natuurlijk ook steengoed. Ik was het er trouwens wel mee eens wie ze allemaal mee hadden genomen. Dus ja, benieuwd wie er gaat winnen. Ik vind het altijd wel jammer dat de Voice Kids zo kort duurt. Ergens wel logisch natuurlijk. En ik moet zeggen, de live shows vind ik altijd het minst leukste van alles eigenlijk. Want ik vind ja, juist ook bij de audities en zo dat jurycommentaar echt heerlijk. Ik ben bijna klaar. Welke lipstick zal ik eens opdoen? Faux is altijd goed, maar ik denk dat ik voor Lovelorn ga. Over deze lipliner, die is van de Body Shop. En dit is een heel roze kleurtje. Een shiny, beetje glossy kleurtje. Lovelorn. In het echt is hij wat cooler, maar nu met die lipliner in combi is hij ietsje warm. In het voorjaar vind ik glossy lippen toch ook altijd wel iets heel leuks hebben. Dewy Finish Spray. Nou, dit is hem dan. De look die ik uiteindelijk heb gemaakt dit keer. Komt wel overeen met wat ik de laatste dagen veel draag. Qua tinten, qua soort make-up. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Ik zou het heel leuk vinden als jullie meekletsen. Ik merk dat bij deze video's er vaak wat meer reacties zijn. Omdat het gewoon ja, is alsof we met elkaar aan het kletsen zijn. En dan doe ik ook natuurlijk gezellig mee in de reacties. Dus mocht je iets kwijt willen, doe het maar. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei doei!